Hey, wat's up kijkers van Time for Games, mijn naam is Sven en vandaag is dit de eerste aflevering van een hele nieuwe serie. Oftewel, Best Out of Three versus een kijker. En vandaag zijn we met onze eerste gast en dat is... Hoi, ik ben Daan. Ik ken Daan via het werk en jij gaat toch wel alle video's kijken? Zeker. Gewoon waarschijnlijk alleen om mij uit te lachen, maar... Maar waar werken wij? Wij werken... privé. Oké. Okay. Gaan we geen reclame maken, zodat we meer geld verdienen? Nee. Nee, gaan we niet doen. Oké. Okay. Best Out of Three is vrij simpel. Niet schieten tijdens de warm-up graag. is dat we... Ik zei niet schieten! Oké, vertel je verhaal, vertel je verhaal. Best Out of Three houdt dus eigenlijk gewoon simpelweg in dat je... Nee, is goed zo. Ja, wat houdt het dus in? Het houdt in dat... Oh, kut! Dat de kijkers mogen twee games kiezen en ik zelf kies er eentje. En dan ga je per game ga je Best Out of 5 doen. Dus we gaan hier zo gaan we kijken wie dat het best gaat doen uiteindelijk na 5 rondjes. Headshot, bitch. Dat geloof ik, of niet? Ja. Mooi. Laat me niet eens rustig praten. Dus de eerste game die wij nu dus aan het spelen zijn is CSGO. En die is gekozen door... Door mij. Ja, door jou. En een 1v1. Oh, een flash. Ingenieus. Je weet nog het stomste is? Vertel. Ik kijk zelf ook de flash in. Kut, I'm so screwed. Ja. Ja, nu staat het dus 1-0 voor Daantje. Wil je hier Best Out of 5 doen? Zo gewoon 5? Nee, want ik ga waarschijnlijk keihard dood zo. Ja, ik zou 5 potjes doen, hè. Push, push, push. Heb je gekocht? Ik weet waar je zit dan. Ja, je moeder weet waar ik zit. Oh, nice. 1-1. Ah, zo meteen ga ik nog winnen. Mm-hmm. Daan heeft heeft dit spel gekozen. Omdat hij dit spel echt tering vaak heeft gespeeld. En echt, ook echt tering vaak. 400 uur valt wel. Pick me, pick me. Ja, jezus. Nou, hij gaat nu spelen met een AWP, dus ik ben gelijk dood. Ondertussen ben ik even aan het eten, want ik heb nog honger. Mm-hmm. Nog steeds sausenbroodjes. Nee. Move it, move it! Mike, zo hard dood nou. Gewoon avondeten. Gewoon avondeten? Jop. Heb je ook ongewoon avondeten? Ja, die sausijsbroodjes van net. Ja. Oké. Okay. Zie ik jou daar nou staan? Nee, dat zie je niet. Ik zie je wel. God gloeiende! Ik heb niet eens een moment om te reageren! Ik heb toch ook genoeg tijd om te reageren? Ja, met een AWP hond. Ik vat dat wel op als een compliment, oké? Okay? Zeker. Move it, move it! Maar je bent dus nog niet de Best Out of Three. Hehehehe.
Als dan ineens de muziek opgehouden. Ja. En dan begint het zo doodstil te worden. Kan een beetje horen waar je ademt. Ja, dat kan. Hoor je me? Jazeker. Daar. Ah, nee! Nee, mijn knife! Kut, ik scrolde een keertje te ver. Oh mijn god. Dat was niet de bedoeling. Are you serious, mate? Oeh, tot hoeveel gaan we eigenlijk? Tot de 8 en dan is het potje voorbij. Kut. Ah nee! GG. Ja, GG. Let's go! Cha-cha! Oké, dus dit wil je 5 keer doen. Global offensive. Als je daar de tijd voor hebt. Ik hoop het. Let's go, my brothers! Hey. Met 4 HP nog. Ja, 4 HP. Zo. Waar is mijn R8? Waar is mijn R8? Ik wil mijn R8 terug. Ja. Nice. Met een shot kun je wel ver af gaan schieten. Handig. Met jij met een revolver. Ja. Good luck, my friend. Ja, hetzelfde. 7-0, jezus. Heb je nou mijn wapen gepakt, echt waar? Ja. Ik ga hem niet gebruiken. Ik ga voor de pipi bison. Donder nou wel op. Dit is wel heel sneu. Ja. 8-0. Go, go, go! Let's go! Good luck, my friend. I shall need it more. Ik denk dat ik echt alleen de pistol round zou kunnen winnen. Verder ga je gewoon met je AWP'tje spelen en dan ben ik echt gewoon kaart verkeerd. Oh, ik weet waar je zit. Ja, tuurlijk weet je waar ik zit. Oké, nu ja. Slim man, ik verlies gelijk de helft van mijn leven, letterlijk. Nu ben je verplaatst. Hey Sven. Hey. Shit. Ik wilde je knife. Was die raak? Nee, die ook niet. Oh, je was naar boven gelopen! Fuck! Ja. Ik stond op beneden te aimen. Hoeveel sportje was dit? Derde. Dus om het al, ik heb het goed gedaan. Oh, je wil ook nu stoppen of wil je nog 2 potjes doen? Ja, wat mij betreft doen we er nog wel 2 hoor, maar... Hey kijkers van Time for Games, welkom bij
deel 2. Maar we hebben eigenlijk ja. Laten we die even opnieuw doen. Want ja, de intro heb ik gisteren natuurlijk al gedaan. Maar ja, het zit er zo standaard in. Alright, we zijn bij de tweede game aangekomen. Deze heb ik gekozen en dit is Brawlhalla. Het is een free-to-play game. Ja, link in de beschrijving. Linkje komt zeker in de beschrijving. Het is een, hoe heet dat? Super Smash Bros. Brawl nageaapt, zeg maar. Alleen dit is dan net even weer een tikkeltje anders. Voor de maar mensen die scare zijn, zoals wij. Ja. Nou ja, ik vind het sowieso beter om free-to-play games te spelen in deze serie. Zodat het jullie geen geld kost natuurlijk. Zeker. Maar waar ben je naartoe? Je bent waar online. Ben ik offline? Ja. Ik geloof er helemaal niks van. Jawel. Kan je me opnieuw inviten misschien? Nou, als je opnieuw online komt. Oh, dan ben je online. Ik ben zeker online. Dan ben je een invite. Alright, ik ben Cassidy, omdat ik daar goed mee kan spelen, vind ik. Ik ben die vage alien guy, want hij ziet er wel cool uit. Tweede. Yep. Dat is ook best goed. Ja, weet je, alle ledges zijn ongeveer even goed, maar je moet, ze zijn zeg maar anders, dus bij de, voor de ene speelt de ene beter dan voor de andere als het ware. Ik ga voor deze. Dit is mijn leveltje. Als we die mogen spelen? Nee. Jammer. Oké, in deze game gaan we ook weer best out of 5 doen. Dus zodra iemand van ons twee drie rondes heeft gewonnen, dan heeft diegene dus deze game gewonnen. Rechtsboven in het beeld zien jullie. Rechtsboven in het beeld zien jullie de aantal levens, zeg maar, die diegene nog heeft. En laat het gevecht maar beginnen. Oh, succes. Hoe doe jij een ranged attack? Hè? Huh? Hoe doe jij een ranged attack? Ranged attack? Ja. Zo eentje op afstand en zo. Dat doe ik niet. Jawel, je schiet. Net. Ja, maar dat is gewoon van deze persoon, zomaar. Maar dat kan ik gewoon helemaal niet. Nope. Maar jij kan weer bijvoorbeeld mee bewegen met je lans. Hoe meer damage dat je krijgt, net als bij Super Smash Bros. Brawl, dan gaat je balkje zeg maar verder kapot. Die worden roder en donkerder en nog donkerder. Totdat je op een gegeven moment dus zoveel damage hebt dat je gewoon in één keer bijna de arena uitgeschoten wordt. Ja, hoe langer je hem ingedrukt houdt, des te krachtiger die wordt. Maar dan heb je natuurlijk ook de kans dat je mij tijd geeft om te kunnen dodgen. Jammer. Moet je vanaf, ja, je moet vanaf werken, toch? Yup. Oh, jammer. Je bent af. Ja. Ja, Sven moet vaker werken dan ik, want Sven is mijn baas en dan heb je die verantwoordelijkheid en zo. Dat is zeker waar. Nou ja, baas is ook wel weer een beetje. Hoe wil je het anders noemen? Ja, gewoon leidinggevende. Wat is het verschil tussen een baas en een leidinggevende? Baas klinkt hoger. Is niet. Ja jongen, je staat voor. Je gaat deze winnen. Ja, ik ga ze allemaal winnen. Ik ga gewoon 3-0 ownen. Zeker. Maar dat moet ook wel, want je moet bijna naar je werk. Ja, 5 uur pas. Ah, je leeft nog steeds. Lekker bezig. Zeker. Kan niet veel, maar wel wat. Oké, nou maar. Ik net dat hij dat zegt. Alright, dat is 1-0 voor mij.
Oh, ik krijg 120 gold. Wat kan ik daarmee doen? Ik heb geen idee. Ik denk nieuwe skins kopen of zo. Ik word die kat. Want ik hou wel van pussy. Jezus. Sorry voor het niveau. Ja, geeft niks weer. Nou, laat ik hem nou maar even op random gooien. Zal dit 2-0 voor mij worden? Je ziet het, na de reclame. Moet je daar wel zo'n reclame in bakken? Je kan toch gewoon zelf reclames inplakken als YouTuber? Ja, tuurlijk kan dat. Doe ik niet. Laat me eerst eens ook een wielpadje krijgen. Yo. Dus rustig. Moet jij zeggen, met klauwen. Leuke move, hè? Zeker. Ja, ja. Je blijft er ook gewoon inlopen. Rip. Ja. Nope. Nee. Ik wil dat bommetje hebben. Kijk maar. Nee. Ga je pakken. Kom maar. Ja, kom dan. Oké, ja. Ja, rip. Oh, dat was slecht. Dat was zeker matig. Ah, je bent al aan het dodgen. Godverdomme. Ja, het lijkt al bijna alsof ik weet wat ik doe. Hoe lang heb je dit spel al gespeeld? 5-6 uurtjes. Oh, nice. Nice. Nee. Jawel. Oké, nou dan gaan we maar weer met de pistooltjes. Kom maar. Ja, oké. Okay. Dit is 2-0 voor jou. Zeker waar. Ach ja. Ja. We kunnen ook doen wie het eerst bij de 5 is. Heb ik mijn 5-0 gewonnen? Nee. Slecht voor je ego zeker. Ja, nou ik maak je al in bij Superpacks. Ja, dat is een spoiler alert voor de volgende game. Maar zou ik nou speciaal voor jou, zou ik wel een andere poppetje nemen. Dan neem ik speciaal voor jou de ene die jij altijd neemt. Is goed er. Als je daarmee denkt te kunnen winnen. Dat denk ik zeker niet. Nou, ik wil op mijn map. Je wint toch wel. Ja, maar finish op mijn map voelt leuker. Ja, misschien. Ben nou, ik, oh ja. Good luck, my friend, met de allerlaatste. Ja. Oh.
ging ik daar bijna. Nice! Doet hij goed hoor. Ja, dit vrouwtje is pittig OP. Jij maar zeggen dat alle karakters even sterk zijn. Ja, maar je moet ermee kunnen spelen. Ja, maar als je nou wint, jongen, dan gaat de hel echt losbreken voor je. Hoezo? Nou, dan ga ik met mijn beste poppetje. En dat is niet deze. Nee, hier ben ik echt slecht mee. Maar ik vind nee, die ik speel, zeg maar. Nope. Daar ben ik goed mee, maar niet het beste. Maar het hangt ook heel erg af van de speler waar je tegen speelt, zeg maar. Welk poppetje je moet zijn. Oh heus, had hij me bijna. Hoe gooi je wapen weg, want ik wil die ander. Ja, ik snap dat je die ander wil, maar ga ik niet zeggen. We hebben een andere controller. Dus ik weet het niet. Dat is nog waar ook. Bijna. Maar nee! Bijna. Oh, nee. Oké, ja, ik leef nog. Er is nog hoop. Laat maar. Ik heb niks gezegd. Kut! Ja, there you go. 2-1. Nice. Ja. GG. Oh, je kan wel GG zeggen. Ja, dat kan zeker. Dat is een shortcut voor mijn Xbox controller. Ja, mijn ook. Ik ben gewoon weer dat vrouwtje hoor. Is goed hoor. Een ruim krijgen ook. Kom maar. Op mijn map. Who let the dogs out? The hell dogs. Oh, je moet hier nou ook gewoon naar je werk. Dat is 3:30, gozer. Ik heb nog 1.5 uur. Oh, je hebt nog 1.5 uur. Nou ja, eigenlijk 1 uur. En dan moet ik fietsen. Maar... Want ja, ik heb nog steeds geen auto, jammer genoeg. Dan had ik wel een auto. Had ik jullie natuurlijk al lang up-to-date gehouden. Mij niet. Sinds wanneer heb jij een auto? Ik heb geen auto. Oh. Ik zeg, als ik binnenkort een auto heb, dan laat ik het weten. Zou ik ook doen. Heb je al eentje op het oog? Ja, dat wel, maar... Kut. Dank je, daar moest ik inderdaad naartoe. Kom maar. Oké. Nou, dat is minder. Ja, je kan ook springen. Echt? En als je die laatste aanval doet, dan krijg je nog veel meer, hoe heet dat? Springdinges. Dan krijg je er 3, kijk maar. Wacht, doe eens niks, dan laat ik het zien. Hier, je valt. 1, 2. En dan nog die move. En dan vlieg je nog een keer. Snap je? Oké. Nee, maar oké. 1, 2. Hoe doe je dit? 3. Jij magier.
1, 2, 3. Dat had hem horen wezen, maar ik sprong weg van de muur. Dat is weer een voordeeltje voor mij. Ik vind hem iets minder slecht. Ah, ik heb ontdekt hoe ik mijn wapen weggooi. Ontdek je in het laatste rondje. Ja. Oh nee. Ah, oh, een mooi finish geweest. Zeker. Dat was het niet. Nou, die dan. Die wel. Nee, nog steeds niet. Weet, geef je me een wapen of zo? Huh? Gun het me. Gun me een wapen. Oké, Rip. Gefeliciteerd. Thank you very much. 3-0 voor jou. 1-1. En ja. Ja, dit is 3-1 geworden, dus het staat inderdaad 1-1 in de hoofdscore. Ja. En dat betekent dat we naar de allerlaatste game gaan. Oftewel Super Hexagon. Voor mensen die epilepsie aan hebben, of last ervan hebben. Disclaimer, het is niet onze schuld als je een aanval krijgt tijdens het laatste spel. De regels bij deze game, bij... Nee, het is wel deze game. Ja, deze game. De regels bij deze game zijn net even tikkie anders. Je moet namelijk een level uitspelen, en hoe lang duurt dat? Als je 60 seconden volhoudt, heb je een level uitgespeeld. Nou, zoals je er nu dus op het beeld ziet staan, is mijn best time 31 seconden en 15 milliseconden. Oh, jij zit al in de game. Wat? Op het hoofd. Jij zit al in de... Oh, ik heb nog niet gespeeld. Nee. Nee, ik zit bij Press Space to Select. Ja, daar zit ik inderdaad ook. Ik wacht er even. Dus, ja. Wat wordt hier de goal? Diegene die het eerste level uit heeft gespeeld ofzo? Ja, twee levels. Degene die het eerste... Ja, twee levels, want dan heb je best out of three. Ja. Die het eerste twee levels heeft uitgespeeld, tenzij ik dan 1, hij 2, dan gaan we om de derde strijden. Ja. Dus, 3, 2, 1, start! Nou, ik weet inmiddels dat je hier zo... Godverdomme. Dat je hier zo moet spelen door die balkjesachtige dingen te ontwijken. Ja. De muziek is eigenlijk best wel chill. En een beetje trippy. Nou, die hoor ik gelukkig niet. Dus dat brengt me in opperste concentratie. Ik kan me echt niet concentreren op deze game zonder de muziek. Wat was je record, zei je? 31 seconden. Oeh, ik zit nu op 32 seconden. 28, kut. 37. Hoe kun je dat zo lang overleven? Dat is echt niet normaal. Maar hij heeft wel 22 uur in het spel gestoken, dus... Zeker. Ik heb bijna een dag van mijn leven hieraan verpest. Ja, letterlijk verpest. Zeker weten. Dus dit is gewoon je eerste run? Dit is mijn eerste run. Dit is nog steeds mijn eerste run. En ik heb het gehaald. Nee, lul. Ja, nee, je lult. Ik lul niet. Ik ben gewoon gelijk doorgegaan naar level 4. Je lult. Ik lul niet. Kijk de opnames maar terug. Ah shit, 74 seconden. Oh nee, wacht, moet ik hem niet opnieuw doen? Ja. Ik ga even het allerlastigste level induiken. Nee, ik ben in het... Ik ben bezig. Hoeveel seconden heb je? 33. Ik heb er 10. 12. 12 seconden, ik ging dood. 41. Maar jij speelt level 1. Ja. Ik speel level 6. Ah nee, 48 seconden. Kut. Dat einde was echt hels. Oké, nou, dat was dus de eerste. Ja. Ik ben bezig met mijn tweede halen, maar het gaat niet zo goed. Speel ik wel het eerste level dan eigenlijk? Ja. Ja, ik denk het. Ja, ik speel... Nou. Ik speel het laatste level momenteel. Dat was... Nee, kom, we gaan wel verder met de opname. Ja. Um,
Wil je dan, ga jij gewoon door met 1 en ga ik gewoon proberen 2 te halen? Nee, we gaan wel allebei 2 doen. Allebei 2? Ja. Oké. Ik ben er klaar voor. Ik ook. 3, 2, 1, start. Zo, dit is trippy. Heb je level 3 al wel eens geprobeerd? Nee. Die is trippy. Dus ik weet ook niet wat me allemaal te wachten staat. Echt nog een heleboel, maar ik denk niet dat je dit spel na de opnames ooit nog gaat spelen. 14 seconden. 18. 5. Ik denk het eigenlijk ook niet, nee. Maar het spel kost 4 euro of zo, 3 euro? 3 euro op Steam, linkje in de beschrijving. En dan, oh god, verkeerde kant. 15. Ja. Dus ja, linkje komt inderdaad in de beschrijving. En dan kunnen jullie het ook downloaden, mochten jullie het een leuk spel vinden. Ik kan het niet begrijpen, want ik word er nou knettergek van. Ik kan eigenlijk ook niet begrijpen hoe ik dit ooit in mijn leven 16 seconden. Maar ja. Ja, maar dan heb je toch geen 22 uur non-stop gespeeld? Nee, niet non-stop. Ik wilde dit gaan streamen op Twitch, maar ik snapte niet hoe mijn opnameprogramma werkte. Ik denk echt dat ik hier groot mee had kunnen worden op Twitch. Nee. Ik denk het echt niet? Totaal niet. Ik denk dat mensen het na 2 minuten wegklikken omdat het gewoon zo fucking kut is om te zien. Ja. Oh mijn god. 14 seconden weer. 43. Nee. Ben je dood? Ja. Ja. Oh, dat scheelt. Ik ging dood op 43. Woe, persoonlijk record. Oh, nice. Dat zegt ze toch ook als je een persoonlijk record hebt? Ja. 25 seconden. Kut, 24. Ja, maar ik kon nooit zo hoog als jij. Jij kent deze levels gewoon echt veel te pro. Hè? Nee. Ja, maar jij bent het. Ja, pro. Mijn reactievermogen is gewoon net ietsje sneller. Dat ja, heb je kunnen zien bij Counter-Strike. Ja. Nou, op zich, mijn reactievermogen is ook heel snel, maar doordat het gewoon continu zo tript, kan ik er echt helemaal niks meer van. Ik had nog geoefend vorige week. Ik had in mijn tweede poging had ik level 2 gehaald, maar het lukt me nu niet meer. Nou, dat vind ik niet erg. Ik vind het wel jammer op zich. Ja, want dan heb je gelijk gewonnen, dat is niet de bedoeling. Ja, nou ja. Oh, 15 seconden. Maar ik ben nog nooit zo hoog als jij gekomen. Nee, ik had er net 74 seconden, level 1. Nou, op een gegeven moment dan ga je. Komt die blokjes heel raar, zeg maar. Dan komt die blokjes heel raar, ja. Maar dat is constant. Dat 37 is zo seconden. Fucking vervelend. Voor mijn gevoel duurt het ook gewoon, zeg maar. Er staat zo 20 seconden, maar voor je gevoel zit je echt al een half uur te spelen. Ja. Oh! 23 seconden. Het duurt gewoon 4 seconden voordat ik denk van, oh ja, ik moet hier naar links. Oh ja, ik moet hier naar rechts. Ja. Oké, ik ben daar nou doorheen. Oké, daar zijn we. 46 seconden. Alright, daar zijn we ook weer. Ik dacht dat ik er was. Maar dat was niet zo. Nee! Dat stukje waar je heel de tijd heen en weer moet. Ja. Dat is echt heel naar, daar ga ik elke keer dood. Eigenlijk was het net de eerste keer, omdat het net de eerste keer was dat ik het tegenkwam, maar. Ja, in de 40 seconden broeien. Nee, ik ging net 4 seconden dood omdat ik gelijk dat stukje kreeg. Oh, dat. Ja. Oké, daar ben ik het mee eens. Dat is inderdaad echt zo naar, doordat je zoveel balletjes en dergelijke hebt. Maar er is eentje waar je zeg maar naar links en naar rechts kan. En dan word je links tegengehouden, zodat je niet kan naar links kan. Ja, klopt. Die vind ik maar er is ook zo'n andere, waar je die dingen die voor de helft zijn, zeg maar. En waar je gewoon door kan draaien. Nou ja. Het
het echt een kutspel. Waarom heb je deze gekozen? Omdat ik hier beter in ben dan jij. Ja, maar zolang je hem niet kan finishen. Ja, zit jij hier ook aan vast? Ja, nou. Oh, die bedoelde je. Die is leuk. Nee, die is naar. Nee, ik vind echt, het leuk. Ik kan hem echt niet handelen. Een soort van draaikolk-achtig. De hele tijd dezelfde kant op. Nee. Zo, maar je wordt er wel gek van, man. Ik ben al 2 keer dood erdoor. Hey Sven. Hou je mel. Sven. Ja. Weet je wie het level gehaald heeft? Ik over 15 uur. Je lult. Ja. In principe zou je een soort van kunnen zeggen dat ik het gehaald heb. Wat had je dan? Ik ben nog steeds bezig. Ik zit nu ergens in de 70 seconden, denk ik. 85 seconden. Ik ga steeds dood op de 10 seconden, joh. 2 seconden. Gewoon bij het eerste balletje. Ik had niet eens door dat er een bal kwam. Ben je dood? Ik ben zeker dood. Nou, dat betekent dat dus dat ik nu mijn laatste run mag doen. Ja. En ik ben 5 seconden dood. Hey. Doet pijn. Ach ja. Als jij 2 games had kunnen kiezen, had jij sowieso gewonnen. Ja, maar ik weet nooit leuke games, zeg maar. Nou ja, alsof Super Hexagon leuk was. Nou ja, het is een spel waar jij goed in bent, dus dan vind jij het waarschijnlijk leuk. Nee, ik ben er gewoon goed in. Nou, in ieder geval, gefeliciteerd. Ja, goed gespeeld. GG. Ja, jij ook. GG. En je hebt ervoor gezorgd dat ik nou dus 1-0 achter sta tegen de kijkers. Ja. Super bedankt. Graag gedaan, hè. Ik heb eigenlijk nog geen idee wie dat de volgende gaat worden. Maar er komt vast zeker de volgende. Het gaat een maandelijks upload worden. Dus... ja. Als je met Sven wil spelen, linkje in de beschrijving. Zeker waar. Volg ons op Twitter. Dan kan je me sowieso makkelijk bereiken natuurlijk. En anders, ja. Laat het beneden achter in de reacties als je dat zou willen. Dan voeg je je toe op Skype. En ja, dat is het denk ik wel. Of althans, ja. Ik voeg je toe op Skype. Dan begin ik een beetje tegen je te praten van een paar games. Er zit er leuk tussen, dan gaan we hem zeker proberen. Doe je het eigenlijk alleen maar om in de video te komen, maar zoals heb je niks nuttigs. Aandacht slep. Nee, want jij hebt wel gewoon nog serieuze games. Ja, oké. Ja. Maar stiekem doe ik het alleen voor de internetfan. Ja, moet jij weten. Maar ja, vertel nog eens over jezelf. Heb je nog een eigen YouTube channel of Twitch account of iets? Hoe kunnen we jou promoten? Nee, je hoeft mij niet te promoten. Je moet alleen credits geven voor mijn fantastische Steam username. Als mensen me willen adden op Steam, mag dat gewoon. Ik kan niet beloven dat ik dingen met je ga spelen, maar mag. Verder heb ik maar vrij weinig social media. Alright. Nou, Daan, in ieder geval hartelijk bedankt voor het spelen. Ja, jij ook. En ja. Ik zie tot de volgende keer. Op het werk wel weer, denk ik. Ja. Doei. Doei. En kijkers, super bedankt voor het kijken. Laat vooral een duimpje omhoog achter als jullie het leuk vonden. Laat ook vooral een like achter. Dat zei ik, is hetzelfde. Kijk de video, kijk hem met vrienden, kijk hem opnieuw. We hebben views nodig. Oké, dat is eigenlijk keiharde bullshit. Abonneer en zet hem op pipi. Zeker waar. En vond je het nou een leuke? Laat leuke reacties achter beneden ik ga dubbel praten, het is kansloos. Doei doei! Oh. Ah! Ah! Oh god. Ik heb nog... Ik zie wel wat we allemaal nog meer krijgen. We Huntsman Knife! What the fuck? Ik heb de stat track Huntsman Knife Slaughter.